Ja, ze zijn eigenlijk een compilatie van alle onderzoeken die we hebben gedaan gedurende 4 jaar onder het project Traveling Caribbean Heritage. Van gelden die ontvangen zijn door NWO in Nederland, een wetenschappelijke onderzoekinstituut, die aan Gert van Oostindie, professor Gert van Oostindie en professor Alice van Cyprian, de twee gegadigden die het project hadden aangevraagd. Dus deze twee boeken zijn resultaat van die 4 jaren onderzoek die ongeveer 15 à 20 personen, erfgoedspecialisten, professors, doktoren die werken bij bijvoorbeeld Universiteit van Aruba, Universiteit van Curaçao en lokale mensen, op Bonaire ook. Dus dat hebben we dan gecompileerd in een bundel van twee boeken. Ze zijn dus geëdit en door professor Gert van Oostindie en Alice van Cyprian. Dus het is eigenlijk een compilatie van die 4 jaren werk. Ja. Maar dat werk die heeft niet alleen de professor gedaan, toch? Nee, natuurlijk niet. Al die personen hebben bijgedragen. We hebben samengewerkt aan de titels, onderzoeken die de personen al aan het doen waren, onderzoeken die vielen in het thema van de onderzoek, algemene onderzoek. Dus de relatie tussen Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland. De uitwisseling vanaf de jaren 1800 tot nu op vele gebieden. Van cultuurgeschiedenis, immigratie, migratie. Van alles kan je noemen, vind je terug in de boeken. Bonaire was op een gegeven moment een fototentoonstelling van oudere foto's. En hierin is ook sommige, de kinderen konden niet schrijven en meegenomen in het boek. Ja, ze konden onder die expositie dat we gehouden, ze waren foto's van de collectie van de Fraters van Tilburg. Een collectie van foto's die in het Tropisch Museum in Nederland waren. Dus hebben we een set gekozen. En die foto's dan geëxposeerd en de kinderen konden komen. We hebben ongeveer 3, 4 klassen gehad die waren gekomen. En ze konden onder de foto's konden ze schrijven wat ze ervan dachten, wat ze zagen, wat kwam bij hun op. En het was heel interessant. Er was bijvoorbeeld een foto van een jongen met een kuif. En ze zeiden, oh wauw, Michael Jackson, weet je, dat was hun. Ze zagen bijvoorbeeld kinderen staan voor hun huis, ze waren niet heel mooi gekleed, weet je, gewoon normaal gekleed. En ze zeiden, pober. En zo waren er veel foto's, de vrouwen op een ezel, weet je, van vroeger haalde je water met een ton van de put. Dus heel veel foto's van vroeger van Bonaire, de kinderen op school, hoe de mensen werkten. Het was heel interessant wat zij. En die informatie, dus hun commentaar, is samengebundeld in een stuk die door Alex van Cyprian dan. En die komt dan in het boek, kan je lezen, ja.